Met het catwalk-event wil Miele haar passie voor kleding uitdragen. Ik heb natuurlijk heel veel raakvlakken met Miele. Ik werk er inmiddels al 3 jaar mee en een paar hele mooie successen daar ook samen mee beleefd. Het is natuurlijk een hele makkelijke slogan, er is geen betere. Miele is voor mijn beleving toch ook wel water. En dat was eigenlijk de rode draad en het thema van deze Mix & Match Show. We willen laten zien dat Miele het lievelingsmerk van uw kleding is. Ik laat me sowieso altijd inspireren door reizen en door het straatbeeld. En het liefst voordat een modeshow begint, bijvoorbeeld in Parijs of in New York of Londen. Wat je dan ziet samenkomen, heerlijk. Ik doe eigenlijk waar ik gewoon zelf zin in heb. En door soms juist 1 mooi doek te zien, 1 mooi beeld in een film, dat moet eigenlijk genoeg kunnen zijn voor een hele collectie. En dan gooi je weer iets van jezelf erin en dan kom je tot mix en match. En soms inspireert ook gewoon een stof, een materiaal, een structuur of juist een kleur brengt je tot iets. Het belangrijkste is, als je gaat mixen en matchen, dat je altijd blijft toevoegen, dat je nooit te veel doet. En dat je begint met je kledingstukken, met je basisitems en vervolgens pas je accessoires gaat pakken. Wat ik interessant vind na 18 jaar dit vak uit te oefenen, inmiddels mijn 37e, 38e collectie of zo, dat ik het handschrift waarmee ik een vrouw wil kleden, dus het vrouw op een voetstuk wil plaatsen, dat ik het alleen maar verder probeer uit te dokteren, te verfijnen, te verfraaien, nog mooier te maken, nog rijker, nog luxer. En dat is eigenlijk mijn grootste goal. Komt natuurlijk pas tot stand op het moment dat je de eerste schetsen maakt. Daarna bepaal je de kleuren erbij, word je al geïnspireerd door materialen. Heb je een bepaalde touch, wordt het heel zacht en wollig of wordt het heel hard en glanzend. En dat zijn allemaal bepaalde filosofieën en bepaalde thematieken die je ieder collectie oppakt. Ik heb gewoon zo'n grote werkbol waar ik inspiratie op zet, de materialen op zet en langzaamaan ontstaat er op die manier een palet. Ja, en dat hele gedeelte dat komt eigenlijk pas helemaal tot zijn recht 5 minuten... voor deze show staan alle meiden, alle 12 keurig achter neergezet. En pas dan zie ik mijn totaalbeeld. Bij Miele denk je in eerste instantie aan wassen, het wassen van kleding. Maar dat is natuurlijk veel meer, want kleding heeft alles te maken met emotie. En Miele is het merk dat begrijpt dat het gaat om mooie kleding en mooie kleding mooi houden.